Het themajaar senioren van de gemeente Tiel is eigenlijk officieel afgesloten. Maar het gaat volgens mij nog even door. We gaan nog even doorpraten hierover met Tom van Oosteren. Ja, inderdaad. We hebben afgelopen, het was het alweer, woensdag, hebben we in de Thuisterbandse school, zeg maar. Rijksscholengemeenschap. Ja, Rijksscholengemeenschap. Hebben we, zeg maar, de zaken afgesloten. En eigenlijk was de bedoeling van die avond om met elkaar vast te stellen, nou, of het succes was geweest. Nou, dat was het. En kijken of we de activiteiten die we in 2014 hadden gedaan, of we dat voort konden zetten. Ja, want dat jaarthema, dat was achteraf gezien gewoon een succes. Ja, het was een enorm succes. Wat heeft er plaatsgevonden? De highlights? Nou, eigenlijk de highlights is vooral, denk ik, de zomerschool. Aantal cursussen gedaan. Konden een man of 200 meedoen. 350 inschrijvingen. Dus dat is heel veel. Mensen enthousiast. Willen heel graag dat het voortgang heeft in 2015. We hebben natuurlijk de bewegen met plezier van de komhouders. Het trimfit van Astilos. Ja. Oh, sorry. Moeilijk woord. Dat is nu maar even moeilijk. S'avonds natuurlijk, kent dat. Maar dat was een succes. Wandelfit, daar zijn we nog steeds mee bezig. En Tech is bezig om te kijken of er iets voor ouderen kan georganiseerd worden. Ja, kortom, allemaal prachtige activiteiten om eigenlijk wat oudere mensen in beweging te krijgen. En ja, het is succesvol, er doen veel mensen al mee. Ja, zonde om natuurlijk dat jaar dan af te gaan sluiten. Ja, precies. Daarom ook eigenlijk, was ik ook mee begonnen eigenlijk om te zeggen van, we willen het ook niet afsluiten. We willen eigenlijk, het was die avond bedoeld om het voor te zetten. En als je het voor wil zetten, moet je als werkgroep toch een klein beetje nog een vinger aan de pols houden. En dat gaan we ook doen. Dus we willen gewoon, zeg maar, de intermediair zijn tussen de gemeente enerzijds en de sportverenigingen en de culturele instellingen. En ga zo maar door. Die het allemaal voortzetten aan de andere kant. En dat, ja, dat hopen we dat op een goede manier in 2015 ook verder gaat. Tom, je bent lid van de gemeenteraad. Het is een initiatief van die gemeenteraad, ja, hè, om een jaarthema te kiezen. Dit jaar dus het jaar van de senioren. Volgend jaar is er ook weer een thema. Ja, wijk en buurt is het thema voor 2015. Dat is natuurlijk heel breed. Breed en ook weer op een andere opzet. Kijk, het jaar van de senioren hebben wij zelf veel activiteiten bedacht. Met het idee van, nou ja, om mensen in beweging te krijgen. Hè, van, als je nu een zomerschool organiseert, dan heb je wat minder. Ja, mensen kunnen dan, zeg maar, in de zomer cursussen doen. En vervolgens heb je dan hopelijk minder eenzaamheid. Hè. Mensen zijn hier al zomer bezig. En nu hebben we het idee van, nou, wijk en buurt. Het moet eigenlijk nu zelf van de mensen uit de wijk en uit de buurt zelf komen. En ja, het is afwachten wat eruit komt. Dus de mensen kunnen plannen in gaan dienen van, ja, dit hoe we dat precies gaan doen, dat komen we nog op terug. Ik denk dat nou te ver gaat om daar nou heel individueel heel erg, zeg maar, specifiek op in te gaan. Maar de bedoeling is wel dat eigenlijk uit de initiatief uit de wijk en de buurt zelf komen. En wij als gemeente willen in dat jaarthema het vooral faciliteren. Maar goed, er zal vast al ook wel over nagedacht zijn. Uiteraard, he? Uiteraard. Nou, tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Ja, het is echt, we willen het echt heel erg bij onze eigen inwoners neerleggen. Dus op het moment dat wij weer dingen gaan zeggen van, nou, het zou zus of het zou zo. Ja. Dan heb je natuurlijk wel heel gauw weer dat er invulling komt. En denken mensen over, ja, dus de gemeente wil bijvoorbeeld dat er iets in de buurt wordt, een speeltuintje wordt georganiseerd. Of we hebben tegenwoordig heel veel groentetuinen her en der in de wijken. Dus dan moet dat meer verder komen. Nee, juist hele gekke ideeën waar wij misschien helemaal niet aan denken. Ook in het sociale domein natuurlijk. Hè, van, hoe kan je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld dat de leefbaarheid in de wijken wordt vergroot. Hè? Mm-hmm. Stel dat er iemand is die wat kleine medische hulp nodig heeft. Is dat mogelijk? Die initiatieven bijvoorbeeld. Ook die gemeente is aan het leren. Het is een beetje een modewoord. Dat die zelfredzaamheid van de maatschappij. In de praktijk lopen mensen natuurlijk tegen van alles en nog wat aan. Regeltjes. Ja. Waardoor iets verzandt in niets. Ja. En daar gaat het met name ook om. Hè? Ja, kijk, en ook de houding. Hè, van, gewoon, je moet eigenlijk ook als gemeente, ambtenaren, maar ook als politiek, eigenlijk ook de mensen uit Tiel. Van laten we nou gewoon eens niet allerlei, als er een idee komt, niet gelijk denken van, nou ja, dat zal eigenlijk maar niet kunnen, of dat is moeilijk, of dat is zus, of dat is zo. Denken in mogelijkheden. Ja, laten we zeggen, nou, misschien kan dat niet helemaal, maar wat kan dan wel? En laten we gewoon eens proberen of het misschien toch wel kan. Ja, dus de gemeente wordt steeds flexibeler. En dat zou wel moeten, ja. Ja. Ja, en dat is ook wel waar we heen willen met elkaar.
van uiteindelijk is die stad er voor onze eigen inwoners. Hè, daar doen we het allemaal voor. Nou, als zij een goed idee hebben, als zij initiatief nemen. Die buiten de bestaande kaders van nu vallen. Uitstekend. Alles van nu te bespreken en wellicht zelfs de... Kijk, en natuurlijk het voorbeeld weer van die speeltuintjes. Hè. Natuurlijk moet het veilig zijn. Dat ze iedereen mee eens zijn. Maar ja, een paar stukken hout bij wijze van spreken. Een stuk touw waar kinderen mee aan de slag gaan rommelen, iets bouwen of in de zand frutten. Het hoeft niet allemaal wipkippen te zijn of klimrekken natuurlijk. Hè? Nee. Dus laten we nou gewoon eens even lekker een keer out of the box denken. En dan waar behoefte aan is, dan probeer je daar invulling aan te geven. Nou, als dan de wetgever op een bepaald moment zegt, ja, wat je nou bedacht, zo'n touw als voorbeeld. Dat is nou niet zo heel verstandig om het jonge gasten... Levensgevaarlijk. Ja. Nou, dan moet je dat niet doen, maar misschien een touw niet, maar wel, weet ik veel. Misschien wat kleine touwtjes om te pionieren weer wel. Hè? Dat doen we bij de scouten tenslotte ook. Ja. Dus, nou, probeer het een beetje... Goede ontwikkelingen zijn dat. Ja, vinden wij wel, ja. Het is een erg interessant nieuwjaarthema dus. Ja, hoe komen jullie daarop? Hoe wordt dat bedacht? Ja, dat idee dat komt een keer in je hoofd en dat ga je met elkaar over spreken. En dat een, ja, dan geeft, komt dat eruit. Het past ook wel een beetje in de tijdgeest. Ja, ja. Kijk, we willen allemaal natuurlijk dat we met elkaar meer willen. Met een kleiner budget. Of minimaal gelijk blijven. Dus dan betekent dat je creatief moet zijn. En op het moment dat je creatief moet zijn, dan moet je natuurlijk wel vanaf de gebaande paden af. Ja. Dus dat past op je signaalthema volgens mij prima in. Ja, hartstikke goed. En ik hoop ook, als er mensen ideeën zijn om, ook in het kader van het jaarthema senioren die we gehad hebben, van bijvoorbeeld, dan mag ik één dingetje noemen. Dat is wel leuk om te vertellen, is dat wij afgelopen woensdag was er een idee van, nou, er is een nationale sportdag. En het idee is nu om op Nationale Sportdag een activiteit met alle sportverenigingen van Tiel te organiseren, speciaal voor senioren. Met de hoop dat daar weer andere sportverenigingen, zoals ook de Komhout is. Astilos. Nou heb ik hem al gelukkig in de geest. Meer sportverenigingen iets voor senioren gaan doen. Dat is goed voor de senioren. Gaat ook meedoen? Ja, ik ben wel in die categorie. Ik ben net 50 geworden. Ja. En sport is altijd gezond, ook voor mij. Zo is dat. Uiteraard. Nou goed, gezond het nieuwe jaar dan. Eens gelijks. En jullie ook hopelijk veel succes op Stadstv in 2015. Ik zit naast een van de briefschrijfsters, initiatiefneemsters voor het bloemetje, voor Jan van der Hurk. Vertel eens waarom je de brief hebt geschreven. Nou, wij hebben deze Jan al een paar jaar hier meegemaakt. En hij is altijd druk in de weer voor de bejaarden en ook voor andere mensen. Hij werkt keihard en wij vonden dus dat hij daarom een bloemetje verdiend had. Dat het ook eens gewaardeerd wordt. Ja, want dat gebeurt zomaar en mensen denken, oké. Maar ondertussen doet wel iemand ontzettend zijn best, hè? Ja, dat is het. En wij hebben dat allemaal zo besproken. Dus vandaar deze aanvraag. En het is gelukkig, ondanks alle strubbelingen, gelukt. Geweldig. Mooi, hè? Ja, leuk. Dank je wel. Volgens mij is het wel gewaardeerd, hè? Ja, ik denk het wel. Jawel. Hij laat zich niet zo zien, maar ik denk dat hij het leuk vindt. Ja. Jawel, dat zit wel goed. Jawel. Okay. Jan van der Hurk. Ja. Hier naartoe gelokt. Hier naartoe gelokt. Ja, wij hebben jou hier naartoe gelokt, ja. Ik Kijk eventjes. Wat ik bij me heb. Ik kom er gewoon even bij zitten. Ik heb een bloemetje. En weet je waarom? Dat is aangevraagd voor jou. Omdat jij je ontzettend inzet als vrijwilliger voor Westleden. Ja. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. Oké. Ja. Je haalt en brengt mensen. Zet altijd alle spulletjes klaar. Loopt heel veel te sjouwen. Je spant je ontzettend in. Allemaal op vrijwillige basis. Mm-hmm. Ja. En dat wordt dus... Het komt om mijn hand beter dat er wat gebeurt dan hoor. Van een overval, hè? Nou, ik wist het al zo'n beetje, want... Ja? Ja, er wordt gebeld en... Ja, voor een borreltje. Ja, nou, dat was al voldoende. Want ik was er al omheen gegaan of ik wat zag. En niks gezien, toch? Nee. Nee. Mag ik dat bloemetje even overhandigen? Ja. Kijk. Ja, dankjewel. Doe even zo.
Ja, dat is een mooi boeket. Een prachtig boeket. Een prachtig boeket. Dat is prachtig van harte, Jan. Verdiend dus. Goed zo, dank u wel allemaal. Ja? Gaan ze thuis een mooi plaatje krijgen? Ik denk het wel. Ga je nog lekker hiermee door met het goede werk? Ik denk het wel, ja. We kunnen hem niet missen. Nou, dat is wel zoveel. Je kunt niet gemist worden, hoor ik net. Als ik hoor, dan komt er een ander, hè? Dat is te hopen. Ja, is ook. Vooral zo doorgaan dus. Ja, oké. Okay. Frits Kouwmans en Frans van Oostveen, regenten. Van het Burgerweeshuis. Vertel. Ja, nou eerst maar even naar wat houdt dat in? Regent zijn van het Burgerweeshuis. Nou, dat kan Frits heel goed vertellen. Okay. Blijft de politicus, hè? Ja, dankjewel. Regent is eigenlijk een oud-Nederlands woord voor bestuur. Dus eigenlijk zijn wij gewoon het bestuur van een stichting, zoals ook een voetbalvereniging als Theode een bestuur heeft. Maar goed, het geeft aan de oudheid ook van het Burgerweeshuis, wat men deed en wat men doet. Het is een naam die 450 jaar oud is. We hebben 2 jaar geleden ons 450 jaar jubileum gevierd. En die naam en het huis en het gedachtegoed van die stichting, die houden we in ere. We hebben geen wezen meer, maar de middelen van de stichting zetten we in voor goede doelen voor het jeugd hier in Tiel. Ja, want dat is natuurlijk wat het Burgerweeshuis doet. Hoe komen jullie aan dat soort projecten? Nou ja, zoals Frits al zegt, hè, 450 jaar geleden is het Weeshuis opgericht om jongeren die een steuntje vanuit de samenleving nodig hebben om die te geven om zelfstandig te kunnen participeren. Dat zijn projecten waar wij naar op zoek zijn. Een manier om die projecten te krijgen, dat is via onze website. En daar staat ook de criteria waaraan je zou moeten voldoen. Maar af en toe gaan we ook zelf op zoek, zoals bijvoorbeeld met rond de jubileum Weeshuisprijs. Toen hebben we een prijsvraag uitgeschreven. Dat was een erg leuk project. Ook via de Stadstv gevolgd. Wij hebben dat gedaan. En dat gaat een vervolg krijgen wat jullie betreft. Hè? Omdat het zo succesvol was. Omdat een van onze doelstellingen is om jeugd meer dan in het verleden te betrekken bij wat gaan we doen. Hè? Want het is, Frits zei het net heel goed, voor, door en wat was het derde wat je zei? Met jongeren. Nou, en wij willen ook dat het beleid van het jeugdhuis meer die richting op gaat. Dat jongeren daar invloed op krijgen. Met name van waar de centjes aan besteed worden. Ja. Ja, duidelijk. Kunnen jullie iets vertellen over het project dat afgelopen jaar heeft gedraaid met de jeugd? Afgelopen jaar het winnende project was een dansproject op alle basisscholen. Waarbij enerzijds dansen in verschillende vormen centraal stond het met elkaar dansen. Maar doordat verschillende dansvormen ook waren, was het ook respect voor elkaar, respect voor elkaars voorkeuren. Dus die twee thema's zaten heel mooi in dat project. Leven, ja. En we hebben dat project dus ook verlengd, omdat we hadden een beperkt budget in het kader van het Weeshuis, maar er was zoveel animo voor dat het project langer is doorgelopen en de laatste scholen in januari 2015 nog aan de beurt te komen. Ja, geweldig, want dat Tik en Theo, weet je nog? Ja, zeker. Theo van Wijk. Ja. Ja. Prachtig initiatief natuurlijk. Ja. En ook met een goede gedachte die erachter zit. Ja. Ja. Dat is dus typisch een voorbeeld dat jullie toejuichen. Ja, het geldt ook voor de beide andere projecten, want we hebben 2 runners-up zijn er gekozen door de jeugdjury. Want het is een jeugdjury die toen bepaald heeft welke projecten gefinancierd zouden worden. Eén daarvan was een project van het Linge College om mee te helpen waterputten te graven in Afrika. En het andere was dat grote project waar jongeren in Tiel met verschillende soorten werkgevers kennis konden gaan maken. Ja, het Burgerweeshuis is eigenlijk een aantal jaren een beetje slapend geweest, met alle respect. Nu timmeren jullie weer volop aan de weg. Er is een website en er staat heel wat op stapel voor het volgende jaar. Niet alleen maar deze projecten, maar nog veel meer. Ja, Dat wij slapend waren hadden een goede reden. Want een belangrijke bron van inkomsten was natuurlijk ons huis. Maar het huis stond leeg, moest verbouwd worden en er moest een goede huurder gevonden. Nou, we zijn blij tegenover het stadhuis. Ja, dat mooie pand. Wij zijn blij nu met een hele mooie goede huurder. Ook met een maatschappelijke doelgroep, Iriszorg. En daardoor hebben we meer middelen, waardoor we ook meer aan de weg kunnen timmeren en meer projecten kunnen gaan ondersteunen.
Wat we willen gaan ontwikkelen is zo mogelijk samen met de gemeente Tiel en met de andere maatschappelijke organisaties dat jeugd meer invloed heeft op de projecten die we kunnen financieren, de projecten die we ondersteunen, waardoor in eigen tijdse termen de participatiemaatschappij ook via ons werk meer gestalte krijgt. En, kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, ik wou dat dit inderdaad net vragen. Ja. Frans. Ik moet me toch even van het hart van, het heeft niet stilgestaan, want de jubileum Weeshuisprijs is bijvoorbeeld op de Weeshuisprijs is ingesteld door twee colleges geleden, Jaap van Haarlem, Hans Roefs, en die hebben er ook voor gezorgd dat wij nu verder kunnen. Zeker. Dus het heeft nooit echt stilgestaan. En ja, het was minder in de publiciteit. We gaan zeker niemand tekort doen, maar daar is het even om te doen. Het is echt daarop op voortbouwend, maar wat Frits zegt, hè, dus dat je kijkt met, voor en door jongeren om dat meer te doen. Kijk, één iets wat wij graag zouden willen, dat een jeugdraad van de grond komt. En dan willen we de jeugdraad ook invloed geven op ons subsidiebeleid. Dat vinden wij belangrijk, dat jongeren daar, dus niet met u, maar zonder u, maar met u en door u. Dus, Sam, want je hebt de kinderraad, die is er al. Juist. Maar dat is de basisschool. Ja. En nu echt nog een jongerenraad. Dus ja. Laten we zeggen, grofweg tussen de 12 en de 18. Middelbare schoolleeftijd. Middelbare school. Ja, precies. En dat, misschien dat je dan het examenjaar zou moeten overslaan, maar dus dat tot 17 jaar zo'n beetje. Ja. En mochten er nou inderdaad jongeren zijn die denken van, hé, dat lijkt mij wel wat. Die kunnen daar dan ook al bij jullie terecht? Op dat? Nou, Frits is een goede penningmeester. Hij zegt, we moeten dat niet allemaal zelf gaan doen. Hij zegt, we moeten aansluiten bij initiatieven die er zijn. En die gedachte voor een jeugdraad, die heb ik voor het eerst bij jullie gezien. En die werd geopperd door de burgemeester. Mm-hmm. Dan zouden we heel graag willen dat we daar een beetje een zetje aan konden geven dat hij er ook werkelijk komt. Ja, dus echt faciliteren. Ja, klopt. Dat is onze taak, ja. Ja. Goed, die website is er. Dat is ook een manier om te communiceren met potentiële mensen die, mm-hmm. die wat met het burgerweeshuis willen doen. Nog meer opties? In ieder geval nu hier zijn. Dus zorgen dat je zichtbaar bent. Wij willen proberen iedere 2 jaar of iedere 3 jaar de burgerweeshuisprijs in de vorm van het jubileum te herhalen, waardoor je meer grotere projecten kunt uitnodigen en ook in de jurering, het zij de jeugdraad, het zij een aparte jury, jeugdjury, meer ruimte kunt geven. Dus daardoor krijg je vanzelf meer dialoog met de jongeren in Tiel, waardoor je ook meer projecten en meer aansprekende projecten. Zullen we dan bij deze afspreken dat als jullie weer zo'n project op willen gaan zetten, dat we dat blijven volgen met de Stad Cervin? Dat lijkt mij heel goed idee. Zeker. Ja, ja. Zeker. Hey, we wensen jullie als regenten, maar natuurlijk ook in het persoonlijke leven, heel veel succes natuurlijk nog. En we houden contact. Vanuit de Sfeerville Bellevue was dit weer een aflevering, Sari, van Tiel aan tafel. Fijn dat u heeft gekeken. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Graag, tot dan.